Maar ik denk dat wel elke ploeg zich nou goed op ons voorbereidt en het serieus neemt als ze tegen ons moeten spelen. En dat is een hele grote verdienste. Mooie overwinning. Turkije aan de zegenkar gevonden. En zie je de zegen. De tweede op Polen. 32-30. Nu gingen we met het gevoel van oké, we gaan die wedstrijd winnen. We hebben gewoon een hele goede kans. En we weten dat we het kunnen. Dus dat verschil zie je daar onze groei ook al heel, heel goed terug. Ja, wel een beetje gek dat we ons nu zo vroeg geplaatst hebben voor het EK. De vorige keer was natuurlijk een hele mooie ontlading op die laatste dag met alles op en eraan. En er zat publiek bij en het was echt een feestje. En het was echt de eerste keer ooit, of in een lange tijd in ieder geval. En nu is het een beetje van zonder publiek en niet echt die ontlading. Die spanning is natuurlijk iets anders dan de vorige keer waar we na de wedstrijd moesten rekenen en op het signaal moesten wachten. Maar nu de blijheid is niet minder. We zijn even trots als de vorige keer en we zijn gewoon met een doel bezig en dat hebben we weer bereikt. Maar ik denk dat wel dat bij iedereen het beseffen is dat het wel nog steeds heel mooi is dat we dit weer gehaald hebben. En dat we ons beseffen dat we echt goede stappen aan het maken zijn. Dus dat maakt ons vooral ook wel heel trots. Ik ben natuurlijk vorig jaar, moet ik ook even de tijdlijn kijken hoor. Vorig jaar na het EK in februari heb ik natuurlijk de stap naar Magdeburg gemaakt. Dat was voor de rest van het seizoen, dus die zes maanden. Vijf, zes maanden. Het werd natuurlijk korter door corona helaas. Toen is vanuit Magdeburg aan mezelf altijd het doel geweest om mijn contract daar te verlengen. En daar te blijven en niet meer terug te gaan naar Denemarken. Nu is dat met corona is dat niet meer doorgegaan en heb ik mijn contract moeten uitspelen die ik in Denemarken al had, mijn laatste jaar in Holstebro. Maar toen heb ik in februari, toen ik daar naartoe ging vorig jaar, 2020, heb ik destijds al mijn contract voor de toekomst getekend die ik dus nu heb en die aankomende zomer begint. Het is precies wat ik voor ogen had en wat ik gehoopt had als stap naar Holstebro. Dus daar ben ik zeker blij mee. En zeker een stap omhoog, ja. Ik ga deze zomer inderdaad in Zwitserland handballen. En zoals ik zeg, het is een beetje dit afgelopen jaar een jaar voor mij geweest van tevoren van ja, wat ga ik nou doen? En ik heb natuurlijk in augustus, september heb ik een ongeluk gehad waarbij ik mijn enkel flink verbreizeld heb gehad. En op dat moment was het een beetje voor mij van ja, wat moet ik nou? En ik heb altijd gezegd van ja, bij een blessure stop ik dan of niet? En toen in die periode was er een wedstrijd met het Nederlands team die ik miste. En tegelijkertijd waren er ook jongens die het goed deden. Kai deed het goed, Luc deed het goed. En dat kwam een beetje samen dat ik dacht van hey, ik mis het, ik was er niet bij. Dat gevoel had ik niet eerder gehad dat ik dacht van hey, ik ben er niet bij, maar ik wil er toch wel eigenlijk graag bij zijn. En ik wil er eigenlijk niet alleen eens bij zijn, ik wil ook iets moois doen. En ik wil eigenlijk dat ze me missen. Hè? Dat gevoel van ik wil dat ik gemist word en hoe ga ik dat bereiken? Ja, toch een stapje te maken. En toen besefte ik van hey, ik moet echt iets extra's gaan doen. Of het is prima zo en ik denk van het is mooi geweest, maar als ik echt iets meer wil, dan zal ik toch daar actie van moeten gaan maken. Een heel afscheidscomité, we zitten in de auto onderweg naar Düsseldorf Airport, vliegen naar Zurich straks. Spannend. Ja. Dus, mondkapje op, ik weet niet of je mij kunt verstaan, maar in een vliegtuig vol met Zwitsers. Het wordt net verwennen de taal, maar dat gaat helemaal niet komen. Is het my new crib? Helemaal leeg nog. De huiswagen staat hier vol. Er komen zo spulletjes in laden. Het wordt een drukke ochtend, maar we zijn er helemaal klaar voor. Past precies allemaal op de vroege morgen. En zo naar Schmidt Global Relocations. Gisteren de directeur van FIFA verhuisd, vandaag even een Jerry. Goede eerste ochtend gehad, druk bezig geweest en even mijn nieuwe auto op mogen halen. Daar staat hij. Ik zal jullie zo iets beter laten zien, maar ik moet zelf nog even wennen, want ik durf bijna niet eens in te rijden. Tussen alles
verhuisd. Maar ja, je weet het, je komt aan, je mist altijd net die finishing touch. Dus we zijn nu in de IKEA, de Zwitserse IKEA. Prijzen stijgen de pan uit, maar ja, het is niet handig. Twee extra wc-borsten gekocht. Een badmatje, lekker voor de voetjes. En mijn borden die ga ik nu uit, die zijn redelijk zwaar. En we zijn nog niet uitgewinkeld. We blijven gaan. Dus zoals waren al het verhuizen. Nieuwe competitie, een andere taal, andere mensen om je heen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar, maar ik heb er ook wel heel veel zin in. Ik bedoel, ik ben iemand, ik hou van lekker babbeltje maken, veel grapjes maken. Dat zal in een andere taal moeten, dat zal in een professionele omgeving moeten. Hoe gaan mensen dat opvangen? Hoe ga ik mezelf als handballer profileren? Kan ik het wel aan, dat harde trainen? Dat zijn allemaal dingen die me bezighouden. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb nu echt voor mezelf zoiets van, laat maar komen. Ik trek me heel erg op om te zien hoe hij dat ervaart, hoe hij het gaat doen. Want hij is gewoon een ontzettend talentvolle jongen, dus ik ben ook echt benieuwd waar dat toe kan leiden en de stappen die hij kan zetten. Daar verheug ik me erg op om dat te zien. Ik moet zeggen, ik ken Kai al sinds dat ik 16 ben. We hebben op de handbalacademie gezeten samen. Hij trainde misschien 10 keer zo hard als ik. Hij heeft ook al eerder die stap kunnen maken. In het begin was dat vaak van jeetje, Kai, uitslover en op die manier. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat hij echt goed is. En ik zal het niet snel tegen hem zeggen, maar Kai is echt een goede handballer. En als ik zo bij het Nederlands team kom en ik zie hem dan trainen en spelen, is dat toch wel ook een drijver voor mij om te zien van hey, als je echt ervoor wilt gaan, dan is dat ook mogelijk. Zelfs al ben je een Nederlander. Ik vind het zelf moeilijk in te schatten, maar ik denk bij Efrim dat hij zelf ook nog niet helemaal door heeft hoe ver zijn grenzen liggen. Dat hij misschien daar, ik weet niet of hij daar te beperkt in denkt, maar ik denk soms dat hij nog veel meer kan dan dat hij zelf denkt. Dus ik hoop dat hij dat daar gaat ervaren hoe goed hij is en waar hij naartoe kan. Je bent een team, maar daarvoor is natuurlijk wel de noodzaak dat de individuen in dat team beter worden en ook stappen maken. En dus dat is een heel belangrijk onderdeel van die hele missie wat je zegt. Dus dat, daar helpt ook mee waar we net over hadden, dat meer jongens die stap maken en naar het buitenland gaan. Dat werkt denk ik heel positief. Die missie is er duidelijk en ik ga heel graag mee met die missie van de heren, van ons. Hè. Dat is echt een hele mooie missie. Ik vind ook echt mooi om mee bij te dragen aan het mannenhandbal een beetje op te krikken. En voor mezelf daarnaast nu met het EK dat we dan gaan spelen. Het vorige EK was voor mij persoonlijk, het was enorm fijn om daarbij te zijn. Een fantastische ervaring. Alleen toch persoonlijk had ik er misschien wel iets meer van verwacht van mijn eigen spel en mijn eigen inbreng. En ook dat was iets dat ik dacht van hey, dit heb ik misschien wel nodig, een stap naar het buitenland om toch die bijdrage op het volgende EK iets groter te laten zijn. En dat is ook wel een groot doel voor mij nu.